dan met Zora Zubcevic uit Utrecht. Oké, dus zo naar de overkant. Zora Zubcevic. Hij doet. Beide mannen 40. Vier in Leeuwarden. Zeugden Boerakken. Winnaar in Aardigen. Dus Zora Zubcevic. En overkant 696, Andries Daan uit Nederland. Kom op.
En dat is natuurlijk leuk om dan daar op deze manier mee te maken. Lekker gezellig, lekker druk overal. En we gaan eens even kijken naar de dames en heren die zich in de hal allemaal komen melden hier. Dan hebben we daar met het nummer 1141. Dan André Hoogsteen uit Oldenkerk. Daar het nummer 1023. Van met Julian Groenland uit Zurhuizen. En dan gaan we nog eens even kijken daar aan die overkant. En als u straks een tent voorbij ziet vliegen, dames en heren, dan komt hij bij mij vandaan. Ja. We hebben hier het nummer 416, Rick Broekhoven uit Delft. Ook hij is aangekomen hier op het mooiste onderdeel van de laatste hindernis, namelijk die pokkenstokken. Ja. En de overkant
Geniet eens allemaal van die banden, dames en heren. Die hebben ooit om auto's gezeten. Maar u ziet dat wel. Dat is al heel lang geleden. En dan gaan wij nog eens even kijken naar die dames en heren. Die zich weer alsnog heel komen melden. Van de kortere afstanden. Daar met nummer 1037. Plaats ik bij de naam van Lisanne Groenland uit Zurhuizen. Tijdens daar bijna aan het eind van de balken. Dan met nummer 1167. Heb ik dan Douwe Groenendijk uit Heerenveen. En ook Douwe, hij staat klaar. Dames en heren, Miran met nummer 593. De concentratie hiervan op zijn vriend Bart Moorman uit Haren. En daar hebben we op met nummer 1118. Sifra van Amerongen uit Gietjerk. Tijdens ook hier op het laatste gedeelte van de hindernis. En dan zien we dat de afstopping daar aan het begin van de laatste hindernis bijna is opgeheven. Dat is heel mooi. En dan gaan we daar nog eens even kijken naar het nummer 1117. Hebben we dan richting.